Mijn naam is Sjoerd Franke. Ik ben de gelukkige prijswinnaar van Shimano en Futurum Shop. En mag meerijden met Shimano in de toeretappe van Liel naar Arendsberg over de kasseien. Ik heb de prijs gewonnen nadat ik wat jelletjes had gekocht bij Futurum Shop, waar ik eigenlijk altijd mijn fietsspullen koop. Omdat ik eigenlijk op dit moment op fietsvakantie was in de Vogezen. En ik kreeg vrijdag het bericht en toen heb ik eigenlijk gezegd, nou, ik breek met alle plezier mijn fietsvakantie af. En kom heel graag naar Liel om, ja, om deze once in a lifetime kans mee te mogen maken. Ik ben net samen met Tom van de organisatie zijn we een rondje door de paddock gelopen. Waar alle wielrenners staan, alle fietsen, alle rijdersbussen. Fantastisch om dit van dichtbij mee te maken. Nou, ik hoor net dat je voorin zit. Dus ik had gewacht op de achterbank te zitten, misschien niet heel veel te zien. Dus je is echt vol in de picture. Hopelijk wat lekke banden. Misschien wat kettingen die breken, waardoor Shimano extra veel kan doen. Om nog meer actie mee te mogen maken. En ja, fantastisch. Ja, hoe was het? Super. De eerste 25, 30 kilometer heb ik alleen maar lopen vragen. En de laatste 25, 30 kilometer, ik heb mijn mond dichtgehouden. Laat de jongens concentreren. Ja, de chauffeur ook. Die zat over het algemeen één handje achter het stuur. Zo dicht langs de mensen. En ik zat met de filmen en foto's maken. Af en toe mijn ogen dicht. Want ik denk, hij gaat die mensen raken. En dan knalde de auto weer op de kasseien. En dan de mensen in het publiek, rustig. Van... Fantastisch, spektakel. Jongens, day of my life. Fantastisch om dit te mogen meemaken. Ik weet niet hoeveel woorden ik er in vuil hoef te maken. Ik had een nieuw groepsetje nodig. Ik bestel hem morgen. Die hebben jullie verdiend. Dus super. En ook Futurum Shop, bij wie ik de prijsvraag won. Ja, toen ze me belden afgelopen vrijdag, toen was ik een beetje flabbergast. Ik had zo van, ja, wat gebeurt bij hier? Ik geloof het niet. Toen was het bij wijze van spreken een klein traantje pikken van ongeloof. Nou, die bewijzen, die werd er gepikt. En dit, het moet nog even neerdalen, denk ik. Want nu zit de adrenaline nog er vol in. Geniaal. Ik zou mijn vakantie zo weer afbreken. Ook als ik van verder moest komen. Nu was het 600 kilometer rijden. Had ik wel verder aan moeten komen. Geniaal. En nu naar de VIP. Ja, als dat nog weer achteraan komt. ja, dus ik... fantastisch. Dank je.